Hey George, wat's up? Ja, alles goed hè? Hoe was je winter? Goed. Ja? Ja, Thailand. Wat wil je nog meer? Ja. Zitten we dan op de Hiswa? Op de Hiswa, ja. Bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde, alleen nu hebben ze alleen maar over boten en zo. Ja, klopt. Boten en een paar boards, hè. En een paar boards. Yes. Maar hoe komt dat eigenlijk, dat er niet zo heel veel wakeboards hier zijn? Ja, dat is toch denk ik de wetten van de commercie, hè. Ja? Ja, dat zal wel te weinig opleveren om denk ik hier met alle stands te staan. Ja. Weet het niet. Nou ja, we zitten in ieder geval bij Joby. Vertel eens wat over Joby dan. Joby, ja. Joby is een merk dat mij al 10 jaar lang ondersteunt. Het is een Nederlands bedrijf wat boards importeert en produceert voor heel Europa. Dus ze zijn echt grote spelers. Produceren in ieder geval zelf ook een heleboel boards. En het goede daarvan is, je kan gewoon een rechtstreeks je input geven. En daar wordt wat mee gedaan. En dat wordt alleen maar meer, want ze gaan meer zelf produceren. Ze gaan meer doen met het merk, met de Joby-lijn. Dus behalve de J-Star, de toplijn, komt nu vanuit Joby ook meer. En we hebben toevallig net een bespreking gehad met de nieuwe designer, board designer. En die gaat inderdaad echt ons de kans geven om veel meer te testen en om veel meer input te geven. En eigenlijk een direct gevolg daarvan is de Joby Guerrilla. Een nieuw boordje, flexboordje. Dat hebben we kunnen rijden in Thailand. Dat wordt dan ook gewoon opgestuurd. Dat is natuurlijk al helemaal te gek. Ja, en daar heb ik super veel lol mee gehad. Dus ja, en dat komt onder andere doordat je gewoon meteen... Ja, ik wil graag dit. En als het kan, dan komt het er ook. Ik was afgelopen zomer in Frankrijk en zelfs daar kwam ik Joby tegen. Ja, Joby is behalve dus die toplijn richten zij zich ook heel erg op de grote bootdealers. Ze willen een one-stop shop zijn voor bootdealers die dus iets naast hun boten willen verkopen. Dus ze hebben tubes, wetsuits, ze hebben alles wat je wil aan funartikelen op een boot. Of bij een kabel, dat hebben ze. Dus ja, in dat opzicht zie je ze ontzettend veel. Ze hebben echt een heel breed assortiment. Kun je wat bord laten zien? Ja, kom, we gaan. Kom kijken. Wat wil je zien? Je wil echt alles zien, hè? Nou ja, begin maar. Deze is versierd, die is extra mooi. De Lidburg. Dat is eigenlijk een van de high-enders. Ik rijd zelf niet op. Jan rijdt er onder andere op in Nederland. Heel leuk boordje.
Continuous rocker, is vrij snel. Dus veel mensen aan de kabel rijden het ook. Keith Lidberg zelf is ook echt een kabelrijder. De meeste mensen rijden hem zonder finnen. Tenminste, wat ik, is mijn ervaring. Ben je wat agressiever, je wil je board echt vast hebben, kan je er uiteraard voor kiezen om hem met finnen te rijden. Alright, de Brigade, Jeff Wetherill Pro Model. Ook met vier finnen, dus je zet hem op zijn kant, dan gaat hij echt als een raket. Hij is wel iets vriendelijker omdat de rockerline iets vriendelijker is. Het is een flat top, dus dat wil zeggen, ja, de bovenkant is eigenlijk plat. En de onderkant is eigenlijk als het ware tegenaan gevouwen. Waar dat vroeger juist veel andersom gebeurde. Voordeel is dus als je op rails rijdt, ja, dat je niet gelijk die kanten open butst. Dus ook in het park echt een goed board. Ja, mijn favoriet, persoonlijke favoriet, de Vanity. Ik rijd de 1.41, dus de 1.36. Een heel vriendelijk board. Ik laat ook echt mijn vrienden die voor het eerst gaan wakeboarden, kan je gerust op dit board zetten. Continuous rocker. Zorgt ervoor dat het board snel is, dat hij vriendelijk te rijden is. Tip en tail zijn relatief rond, dus dat maakt ook dat hij makkelijk stuurt. Ik rijd hem zelf finless. Dus misschien als je het ooit als beginner dit board rijdt, zijn die finnen toch wel erg handig. Maar door de mold in finnen kan je dit board echt super goed finless rijden ook. Mijn favoriet. Het laatste boardje wat ik je wil laten zien is Joby Guerrilla. Een nieuw board in de Joby lijn. Een flexboardje. Dus eigenlijk voor het eerst dat ik een flexboard gereden heb. Het lekkerste is de gladde onderkant. Het voelt echt heel fijn op rails en kickers. Het voelt veel sneller. Je hoort ook, je hoort ook een ander geluid. Het geeft veel meer een snowboardgevoel. En dit wordt echt zeker mijn speelboardje voor de bij. De Vanity zal ik niet snel opgeven, maar deze gaat vanaf nu altijd mee in mijn boardbag. Waar is mijn board aan? Moet ik hem pakken? Hij zit vast. Dit is mijn tweede boordje. Ik heb vorig jaar ook een boordje gehad. En ik denk die eerste was wel goed verkocht en iedereen vond hem echt super vet. Maar deze vind ik toch echt wel de shit. Ja, ik ben zelf heel kleurrijk. Ik heb altijd dingetjes in mijn haar en zo, ook wel eens paars en roze, alle kleuren van de regenboog. En de design is ook echt gebaseerd op mijn uiterlijk en ik ben gewoon kleurrijk. Ik hou van kleuren en dat laat ik ook zien in mijn board. Ik ben ook super blij en ik krijg volgend jaar krijg ik ook bindingen erbij, dus dan is het helemaal compleet. Dus gewoon board, vest en bindingen. Goede boardshot erbij. Perfect toch? Dit is mijn outfit voor deze zomer, sowieso. Als mensen meer informatie willen hebben over Joby, waar moeten ze naartoe gaan? Ja, de website is jobysports.com. Daar vind je alle gegevens. Je mag ze voor alles bellen. Kijk ook op mijn site, sjorsvandekerkhof.com voor links en Facebook. En op jouw site staan ze natuurlijk, dus kan niet missen. Cool als het in één keer lukt eigenlijk. Vind ik echt zo cool. Laat het filmen bedoel je? Ja, een beetje interviews zonder te stotteren en gewoon doorgaan. Okay, dat vind ik echt zo leuk, joh. Ah ja, mooi. Goed om te... En wanneer gaat het park weer open? Ja, dat is een goeie. 19 ja. maart. 19 maart gaat Down Under weer open. En we beginnen met een met borden natuurlijk en daarna gelijk Full Moon Party. Dus aansluitend meteen een feestje en er is gluwijn en ertessoep. En ook al is het koud, komt allen en board en party met ons. Ja, ik heb hem in de agenda gezet, dus ik ga zeker komen. Koning, heel goed.